de vorige aflevering werkten we de inloopdouche af met een glazen douchescherm. Daarna pakten we de badkamer op de tweede verdieping aan. De muren werden afgewerkt met een waterdichte decoratieve stuktechniek, waarna we de dubbele wastafel en het vrijstaand bad konden installeren. In deze aflevering nemen we het kleinste kamertje onder handen. We plaatsen een hangtoilet dat we netjes in de ruimte kunnen integreren met behulp van een bevestigingskit met inbouwreservoir. Daarna werken we het geheel naadloos af met een voorzetwand in OSB en gipskarton. We doen de installatie van de toiletten volledig zelf. In ongeveer 24 uur zijn we hiermee klaar. Doe ditmaal de gemiddelde uurprijs van een gespecialiseerd plaatser en je bespaart al gauw €960. Om onze sanitaire installatie volledig af te werken, moeten we nog de toiletten plaatsen. We kozen voor hangtoiletten om ruimte te besparen, dus moet onze afvoer op de juiste plaats klaarzitten. Om de exacte positie voor de afvoer te kennen, moet je de afmetingen voor jouw toilet raadplegen. Het center van ons afvoerpunt moet op 225 mm van het afgewerkte vloerniveau zitten. Aangezien onze gietvloer hier al geplaatst is, kunnen we deze maat dus integraal uitzetten. Als het middelpunt bepaald is, kunnen we daarna de opening voor onze afvoerbuis aftekenen. Die heeft een diameter van 90 mm, dus voorzien we een gat van 100 mm, zodat hij er vlot door zou passen. Ook aan de achterkant van onze valse wand, die zich situeert in de achterliggende technische ruimte, tekenen we de opening uit. Door met een boor het middelpunt naar die achterzijde door te boren, hebben we dit als referentie om de cirkel perfect parallel te markeren. De opening zelf maken we hier met een decoupeerzaag. In principe kun je dit ook doen met een klokboor in de gepaste diameter als je die voorhanden hebt. Maar een decoupeerzaag gaat even goed, want het gat moet niet per se perfect rond zijn, aangezien dit toch achter de wc-pot zal weggestopt zitten. Daarna kunnen we het afvoerpunt in onze muur klaarsteken. We zorgen daarbij voor een gepaste aansluiting op onze voorziene afvoerleiding. Hou daarmee rekening met de nodige helling en maak dat de koppelingen ook correct gebeuren. Als je moffen met rubbers in gebruikt, hoef je de man-vrouw verbinding enkel met wat vet goed in elkaar te duwen. Smelt je de moffen zelf, dan moet je de koppelingen met elkaar verlijmen. En eens we met het nodige gepuzzel een waterdichte aansluiting van de afvoer gemaakt hebben, kunnen we overgaan tot de installatie van het toilet zelf. Zoals gewoonlijk beginnen we met alle geleverde onderdelen uit te stallen om te zien wat we voorhanden hebben. De eerste stap is het in elkaar steken van de bevestigingsset. Met deze zelfdragende stalen constructie zullen we het inbouwreservoir netjes in de ruimte kunnen inwerken en hebben we een stevige ophanging voor de wc-pot. We monteren de steunring voor de afvoerbuis op het kader en steken de spoelbocht op het reservoir, vooraleer we de twee onderdelen aan elkaar vastschroeven. Als alles correct gemonteerd is, passen beide stukken naadloos in elkaar. Draai het frame dan om er de voetjes op te kunnen bevestigen. Die zet je voorlopig vast, want daarmee kun je de hoogte van het toilet bijregelen. Op het inbouwsas zelf staat daarvoor een meterpas aangegeven. Dit punt moet met andere woorden op 1 meter van je afgewerkte vloerniveau komen. Meet dit nauwkeurig na en regel de pootjes bij tot dit goed zit. In ons geval is de vloerafwerking al geplaatst, dus kunnen we gemakkelijk 1 meter vanaf onze vloer afpassen. In de volgende fase moeten we de draadstangen op het kader bevestigen waaraan de toiletpot zal kunnen opgehangen worden. We steken de vereiste moeren en rondellen in de juiste volgorde op de draadstang om die zo stevig te kunnen fixeren. Op het uiteinde voorzien we ook de nodige bevestigingsplaatjes waarmee we het geheel aan onze wand zullen kunnen vastmaken. Bovenaan het sas zijn eveneens bevestigingspunten nodig, zodat daar extra steun voorhanden is en het toilet niet zou gaan kantelen. We kunnen het voorbereide frame nu in de ruimte gaan presenteren. We positioneren het perfect in overeenstemming met onze geplaatste afvoerbuis en tekenen die positie nu af op de vloer, want ook daar moeten we nog een bevestiging gaan voorzien. Dit moeten we uiteraard voorzichtig doen, zodat we onze gietvloer niet beschadigen. Je kan je inbouwsas natuurlijk ook plaatsen voor je de vloer afwerkt, maar hou dan wel rekening met je vloerdikte bij het bepalen van de juiste hoogte. De bevestigingspunten op de grond zijn zo al gemarkeerd, maar ook die aan de wand moeten we nog doen. We zetten de beugels hiervoor eerst op de juiste afstand vast op de draadstangen en het kader. Want het is natuurlijk de bedoeling dat de bevestigingsset mooi loodrecht en parallel met de wand staat. De afstand tussen het sas en de muur proberen we tegelijk zo klein mogelijk te houden, zodat we een minimum aan plaats verliezen. Eens dit op punt staat en precies is nagemeten, kunnen we de montagepunten aanduiden . Daarna halen we het inbouwsas weer weg om de uitsparingen te kunnen maken. Het bevestigen aan de valse wand zal gebeuren met boutemaat M8. We boren daarom voor met een diameter 5, wat iets smaller is dan de bout, maar zo zullen ze stevig in de muur vastklemmen. In de wand, die opgebouwd is uit OSB en een vezelversterkte gipskartonplaat, hoeven we geen pluggen te gebruiken voor een stevige bevestiging. Maar in de vloer is dit wel nodig om goed grip te krijgen in de schappen. Omdat we goed opletten dat we geen leidingen in de ondergrond beschadigen, boren we niet dieper dan 5 centimeter. We plakken de boor dan ook af volgens de lengte van de plug om deze diepte correct te kunnen aanhouden. We gebruiken hiervoor uiteraard een grotere diameter, zodat de pluggen in het gat passen. Daarna kunnen we het inbouwsas effectief aan de ondergrond gaan vastschroeven. Door de gaten voor te boren vinden we met de bouten gemakkelijk grip in de wand en kunnen we ze er met een ratelsleutel volledig indraaien. Op plaatsen waar je niet goed bij kan, kan je natuurlijk ook een eenvoudige moersleutel gebruiken. Dit zal je enkel iets meer tijd kosten. Eens alle bevestigingsbeugels stevig aan de ondergrond verankerd zitten, kunnen we het frame aan de voorzijde nog wat bijregelen. Want het is belangrijk opnieuw te controleren of alles waterpas en loodrecht staat voor we verder gaan met de installatie. Is dit het geval, dan korten we de uitstekende draadstangen aan de bovenzijde af, want die hebben geen verdere functie meer. Dit kan met een gewone ijzerzaag of met een slijpschijf. We gaan er nu nog voor zorgen dat de ingang van onze afvoerleiding op de juiste diepte klaar zit, want die moet iets voor het stalen kader uitkomen. We meten daarvoor de afstand van onze afvoerleiding tot de steunring op, zodat we een extra stukje buis op maat kunnen maken. Na het afkorten maken we het uiteinde wat konisch. Op die manier zal het met behulp van wat vet gemakkelijk in de afvoer schuiven. Duw alles goed op zijn plaats en zet de buismond vast met behulp van de steunring op het inbouwsas. We steken voorlopige geurstoppen op de leidingen tot het toiletpot aangesloten wordt, zodat we geen last krijgen van kwalijke geurtjes. Er rest ons nog de watertoevoer op het inbouwreservoir te voorzien, zodat het toilet uiteraard ook kan doorgespoeld worden. Onze aanvoerleiding zit al klaar naast onze spoelbak. Met een flexibele leiding die we voorzien van afdichtingskoord, maken we nu de aansluiting met het reservoir. Het inbouwsas is daarmee volledig klaar. Maar om dit netjes in de ruimte te kunnen wegwerken, moeten we nog een valse wand plaatsen. We doen daarom de nodige opmetingen, zodat we die zo nauw mogelijk op het stalen kader kunnen laten aansluiten. Met deze afmetingen als basis gaan we nu een aangepaste draagstructuur voor onze valse wand opbouwen. Aan de muur bevestigen we daarvoor steunlatten precies op dezelfde hoogte als de bovenzijde van het inbouwsas. Hierop zal het bovenste paneel kunnen vastgemaakt worden. En ook in lijn met de voorzijde moeten we nog het nodige latwerk voorzien. We maken bevestigingslatten op maat en vormen zo een kader waaraan we de bekleding zullen kunnen vastmaken. Door dit maatwerk past het bevestigingskader perfect tussen het stalen frame en de naastliggende wand. Met een rechte lat kunnen we het kader nu zo positioneren dat het precies op hetzelfde niveau als het frame uitkomt. Daarna bevestigen we dit op voldoende plaatsen aan de wand. Gebruik je hiervoor vrij dikke schroeven, dan is het beter even voor te boren zodat je hout niet zou gaan splijten. De andere zijde van het kader, dat we uiteraard niet op het frame kunnen vastschroeven, zal zich vastzetten door de montage van de bovenplaat, die we eveneens netjes op maat maken. We doen dit met de tafelzaag, zo zijn we zeker van een mooie rechte zaagsnede. We gebruiken opnieuw een onderlaag in OSB voor deze valse wand, zodat we er later eventueel iets aan kunnen ophangen. Maar in principe is een laag gipskarton hiervoor voldoende. Aan de bovenzijde kunnen we de OSB-plaat simpelweg op onze bevestigingslatten schroeven. In het voorste paneel moeten we eerst nog een uitsparing maken voor de afvoer- en de drukknop, voor we het ter plaatse kunnen monteren. Vergeet trouwens niet te controleren of de watertoevoer op je reservoir open staat voor je dit paneel bevestigt, nu er nog bij kan. Waar het stalen frame zit, gebruiken we montagelijm om te fixeren. Op de andere plaatsen schroeven we opnieuw vast aan het latwerk. We tekenen daarvoor de locatie van het latwerk uit op de OSB, zodat we bij de volgende laag ook weten waar we moeten schroeven. We moeten de wand tenslotte nog bekleden met een laag gipskarton. Dit maken we weer op maat en voorzien we van de nodige openingen. Die moeten vrij precies zijn, want de wc-pot en het bedieningspaneel moeten elk gat mooi kunnen bedekken. We tekenen dit dus secuur af en maken de uitsparingen met een decoupeerzaag met aangepast zaagblad. Daarna kan de gipskartonplaat op de OSB bevestigd worden. We gebruiken gipskarton dat geschikt is voor vochtige ruimtes en zorgen ervoor dat dit niet op de grond steunt, zodat het geen vocht zou kunnen opzuigen. Het vastmaken doen we met aangepaste gefosfateerde schroeven met een lengte van 25 mm. De OSB en het gipskarton hebben een dikte van respectievelijk 18 en 12 mm, waardoor we met schroeven van 25 mm lang dus zeker niet in het sas zullen boren. Zorg wel voor voldoende bevestigingspunten. 1 om de 40 centimeter zou daarbij moeten volstaan. Daarna monteren we meteen het bevestigingsstuk voor de drukknop. En werken we de opening en de schroefgaatjes bij met plamuur. Uiteraard moet de wc-pot zelf nu nog ter plaatse geïnstalleerd worden. We moeten hem over de eerder geplaatste draadstangen haken, maar die moeten eerst nog afgekort worden. In de handleiding kun je terugvinden welke maat je hiervoor moet hanteren. Eens de stangen tot op de juiste lengte ingekort zijn, kunnen we de bevestigingsstukken opmonteren op de voorgeschreven positie. Maar voor we nu de pot op gaan hangen, moeten we die nog voorzien van de nodige koppelstukken. We steken deze in de porseleinen openingen en duiden aan waar de aansluiting met de muur zal zijn. Diezelfde stukken steken we nu in de openingen in de muur en ook daar duiden we het niveau aan waar de muur eindigt. Als deze twee strepen nu precies op dezelfde lijn liggen, is het koppelstuk perfect op maat. Is dit niet het geval, dan moet je het verschil tussen de twee streepjes opmeten. Deze afstand moet je vervolgens op het einde van het koppelstuk afkorten. Op die manier heeft het de gepaste lengte, zodat je toiletpot netjes tegen de muur zal aansluiten. We steken de aangepaste koppelingen dan klaar in de muur en voorzien die van wat smeermiddel, zodat we het porselein vlot over de beugels en in de leidingen kunnen schuiven. De pot wordt dan uiteraard nog aan de staven vastgemaakt via de openingen aan de bovenzijde. Via deze uitsparingen kunnen we nu ook de zitting gaan installeren. We steken de montageplaatjes daarvoor klaar in de gaten en kunnen die dan juist positioneren met behulp van een bijgeleverde mal. Die mal heeft exact dezelfde maat als de toiletbril en helpt om de bevestigingspunten bij te regelen, zodat de zitting mooi met de rest van de pot zal uitgelijnd zijn. Eens de positie goed is, draai je de plaatjes dus stevig aan. Om er vervolgens de porseleinen zitting op te steken. Die is bovendien voorzien van een soft close systeem, waardoor die niet hard kan dichtvallen. Er rest ons nu nog het bedieningspaneel te plaatsen. We moeten daarvoor het verlengstuk op hetzelfde niveau als de muur afkorten. Met een gewoon breekmes en met behulp van de voorziene groeven kunnen we er de overtollige stukken afhalen. Door nu stap voor stap de handleiding te volgen, kunnen we het paneel op het al geplaatste inbouwreservoir aansluiten. De hendels, die ervoor zorgen dat we via de drukknoppen het toilet zullen kunnen doorspoelen, moeten we nog op maat afkorten alvorens we uiteindelijk de afdekplaat op zijn plaats kunnen vastklikken. Zo bekomen we een net afgewerkt hangtoilet dat onzichtbaar aan de muur is bevestigd en verzorgd in de ruimte is ingewerkt. Door het installeren van onze toiletten zelf te doen, konden we €960 besparen. Daarnaast deden we ook de voorbereiding van onze sanitaire leidingen volledig zelf, aan de hand van een zelfbouwkit. Ook daarop konden we uiteindelijk zo'n €1.500 besparen. Samen met het voorlopige totaal van €95.710, komt het gespaarde bedrag nu uit op €98.170. In de volgende aflevering monteren we onze verlichtingspunten. Binnen gaat dit voornamelijk om inbouwspots die we netjes op het plafond of de wand laten aansluiten. En ook buiten voorzien we een aantal aangepaste armaturen.